Goedenavond allemaal. Zo, dan zullen jullie wel denken, waar gaat ze nou over hebben, hè? Kun je dat erin? Waar ik over ga hebben? Over de geest en de kracht. Ja, dat komt er wel in voor, Heilige Geest, hè? Waarheid. De waarheid maakt je vrij. Daar ga ik het over hebben. Johannes 14, vers 6, dat zegt... Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de waarheid. Want Jezus bracht alleen de waarheid en hij is zelf ook de waarheid. Hij is altijd in de waarheid. Wat voor een andere waarheid is, is voor weer een andere een leugen. En wat een leugen is voor een andere, is weer een waarheid. Het ligt er maar net aan waar ze in geloven. Of ze in de waarheid geloven van het woord, of dat ze zelf een verhaal hebben gehoord... He, een ander verhaal en dat ze dan niet geloven in het woord van God. Weet je? De mensen, heel veel mensen tenminste, die denken van ik kom zo in de hemel. Ik hoef toch niet zo moeilijk te doen, want ik leef zo goed en ik doe zulke goede werken. Ik steun doelen en allerlei dingen en ik, ja, in de maatschappij draai ik goed, ik ben eerlijk en ik doe goede dingen voor anderen. Dat is waar, dat mag ook. Dat wil de Heer ook, dat je goed leeft en dat je met elkaar goed overweg kan en dat je een goede naam hebt. Maar dat brengt ons niet in de hemel. Brengt ons niet in de hemel, want de Bijbel zegt... dat door Jezus, omdat hij ons middelaar is, in de hemel komt. Voor eeuwig leven bij God is door Jezus. Daarom heeft hij ook een zware offer gebracht voor ons. Daarom moest hij lijden voor onze zonden. Zodat wij, als wij ons bekeren en tot hem komen en hem aannemen in ons leven, dat we eeuwig leven bij de Heer. En dan kom je in de hemel. Maar alleen de Heilige Geest kan ons daarvan overtuigen. Als wij de mensen vertellen en ze geloven niet, dan dringt het niet tot hun door. Alleen de Heilige Geest kan hun harten bereiken. Waardoor zij weten van dat dit de waarheid is. Weet je, toen ik tot bekering kwam, toen ging er een hele andere wereld voor me open. Een hele andere wereld. En toen ontdekte ik de waarheid. En ik dacht, oh, had ik het maar eerder geweten. En dat ik wist dat ik Jezus moest aannemen in mijn leven. Want ik was vroeger ook gelovig. Tuurlijk, er zijn zoveel mensen gelovig. Maar dat wil niet zeggen dat je dan bekeerd bent en... een nieuw leven heb in hem. Dat wil dat dan niet zeggen. En daarom ga ik hierover hebben. Over de leugen en over de waarheid. Want weet je, heel veel mensen leven eigenlijk met een leugen. Want ze denken dat dat de weg is. Misschien denken ze van, ja, door een profeet kom ik... in de hemel, of Maria, of andere mensen, of goeroes, of weet je wel. Maar dat is een leugen, want de Satan is al lang blij dat hij roet in het eten gooit in onze gedachten. En zolang het zo blijft, dan komt er steeds meer, word je meer misleid. Meer en meer word je misleid door hem. Totdat de Heilige Geest komt en die jou overtuigt.
Er kan geen macht of kracht tegenop. Als de Heilige Geest werkt, dan veranderen er nieuwe dingen in je leven. Gelukkig hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Daar ben ik echt blij om, hoor, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En de Bijbel zegt, de waarheid maakt je vrij. Ja. De waarheid maakt je vrij. En sommige mensen willen de waarheid niet aannemen. Net als de rijke jongeling. Weet je, je kan in je leven een situatie aan situaties vasthouden. Of een voorstelling hebben. Waar eigenlijk geen waarheid is. Maar de waarheid maakt je wel vrij als je dat onder ogen wilt zien. Nou, en in Lucas 18, vanaf vers 18 tot en met 27, daar staat het verhaal van de rijke jongeling. Gaan we even openslaan. Dan willen we even lezen uit Lucas 18, vers 18 tot 27. En hier staat dat hij ook nog hoog geplaatst is, want hij was zeer rijk. En een hooggeplaatst man vroeg hem en zei: de goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zeide tot hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Zo gij kent de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder. Hij zeide: dat alles heb ik van jongs af aan in acht genomen. Toen Jezus dat hoorde, zeide hij tot hem: nog één ding kom gij tekort. Verkoop alles wat gij bezit en verdeelt het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier en volg mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Want het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijk het koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorde, zeide tot hem: maar wie kan behouden worden? Hij zeide tot hem: wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Amen. Dus die rijke jongeling, die zat zo vast aan zijn rijkdom, en, want hij bezit heel veel, hè. Het is niet zoals wij, we hebben een huis, we hebben alles. Hè? En dan voel je je ook al rijk. Maar hij was echt schatrijk. Hij was ook nog hoog geplaatst. Had een goede naam, denk ik. Staat er niet bij, maar denk ik wel. En hij zat zo vast aan zijn rijkdom en aan zijn bezit, dat hij eigenlijk jammer vindt om Jezus te volgen. Omdat hij zoveel aan de armen moet geven. Ja, dat kan. Dat heb je aan de dag ook. Je hebt ook mensen die hebben zoveel. Of ze zeggen, dat hoor ik ook wel eens. Of ze zeggen van: ja, nou, dat geloof. Nou, als ik straks bejaard ben, dan wil ik wel geloven, hoor. Dan heb ik alle tijd, maar nu heb ik geen tijd. Want ik heb een business en mijn zaken. En dat hoeft nog niet. Weet je, maar dat kan ook te laat zijn, hè. Dus, als de Heilige Geest ons overtuigt, dat we dan Jezus moeten aannemen in ons leven. En in de wereld zijn er heel veel mensen die precies hetzelfde denken als een rijke jongeling. Weet je nog een voorbeeld? Er loopt een vrouw.
over de waarheid, hè. Er loopt een vrouw, daar ergens op straat, en ze komt je voorbij. En ze heeft heel mooi lang haar, prachtig, het glimt, en heel mooi weelderig. En de Bijbel zegt dat het haar van de vrouw is een sieraad voor haar. Ja, dat is waar. Kijk maar, als je zonder haar loopt, dan is geen gezicht, hè. Nou, het is zo, de Bijbel heeft wel gelijk. Gods woord heeft wel gelijk. God heeft mooie dingen gemaakt. Ook de vrouw met mooi haar. En dan loopt ze daar en dan zeggen de andere mensen van... Oh, wat hebt u mooi haar. Wat ziet dat er schitterend uit. En het glimt zo. En uiteindelijk komt de waarheid aan het licht. En dan zegt ze, ja, eigenlijk draag ik een pruik. Maar weet je waarom? Ik had een ziekte en mijn haar viel uit. Daarom heb ik een pruik gedragen. Kijk, en dan kijk je verbaasd. Oh, wat naar nou voor die vrouw, hè? Maar dat is wel de waarheid. Maar tegenwoordig kun je allemaal een beetje mooi haar hebben. Want bij de drogisterij, nou ja, dan koop je allerlei spullen. Hè? Dan kun je je haar mooi maken, je kan naar de kapper. Tegenwoordig kan dat allemaal. Iemand met heel slap haar, die kan het heel mooi volmaken. Met crème en ik weet allemaal niet wat ze daar hebben. Ja, nou, met haarlak of met krulspelden. Kun je haar tegenwoordig ook wel mooi maken eigenlijk. Dus dat was de waarheid wat die vrouw zei. En weet je, voor jezelf is het ook een bevrijding als je de waarheid onder ogen wil zien. Dat is waar. Stel dat je nog gebonden bent. Dat kan, hè? Stel dat je nog niet vrij bent. En je weet het ook wel van jezelf, maar je wil het niet vooruitkomen. En de voorganger die zegt, ja, ik moet met je bidden, want ik moet je bevrijden. En dan zeg je, nou nee hoor, helemaal niet hoor. Nee hoor, ik heb niks. Ik ben helemaal vrij. Nou ja, dan blijf je in die situatie. En omdat de Bijbel zegt, de waarheid maakt je vrij, hè? En als je het zo laat, dan blijf je gebonden en dan kom je nooit vrij. Dus het is zaak om naar de voorganger te luisteren, want hij spreekt door de woorden van de Heer. Weet je... Nog een voorbeeld. Toen ik nog een tiener was, ging met school, ging ik zwemmen. En heel veel kinderen gaan mee en de juffrouw gaat mee. En er was ook een zwemleraar in die zwembad, hè. En ik kwam daar, met al die kinderen kwamen wij daar in het zwembad. Nou, dan moesten wij gaan zwemmen een poosje, maar ik kon toen in die tijd al heel goed zwemmen. Want ik had mijn diploma al. En, nou, dan gingen wij daar dan zwemmen, maar ik wilde niet in het diepe. En duiken helemaal niet. Want ik moest de bodem zien en voelen, dan durf ik te zwemmen. Maar dat is onzin, eigenlijk is het een leugen, weet je dat? Want de waarheid is, als jij goed kan zwemmen, kan je ook in de diepe. Ja, dan kan je ook in de diepe water. Waarom niet? Maar dat is een leugen en die heb ik al die jaren zo vastgehouden. Ik denk, oh, ik zie die hele diepe water. Oh nee, dat durf ik niet hoor. Volgens mij verdrink ik. Ja, ik moest de bodem voelen. Ik moest het zien. En dan durf ik te zwemmen. Als je goed kan zwemmen, maakt het niks uit, hè, zoals ik net zei. Dus ik ging langs de rand van het diepe water lopen en ik zei tegen die badmeester, zei ik, nou, ik durf niet te duiken, ook niet in het diepe. Ach, zeg die, als je goed kan zwemmen, dan zwem je zo weer verder. Ik zei, oh nee, oh nee, oh nee, ik krijg wel benauwd aan die gedachte dat ik in die diepe water moet zwemmen. Nou, dus ik zeg, weet je wat? Ik ga in het droge, ga ik
uitproberen. Hè? Dus als je duikt, moet je door je knieën gaan. En dan ga je zo voorover. Zo, hè. En dan zo, weet je wel? Zo. Zo met de armen omhoog en je knie buigen en dan ga je duiken. Ik denk, ik moet er niet aan denken, zeg. Dan kom ik in het diepe water en dan over de kop en ademhalen. Nee. Zei ik zo tegen hem, nee hoor. Ik zal het nooit leren, denk ik. Nou, dus ik ging bukken en wat deed hij? Hij duwde mij erin. Nou, ik kreeg zo benauwd. Ik dacht, oh, ik ga eronder. Ik verdrink. Want ik ging helemaal over de kop, hè. En die juffrouw, die zag dat, die dook meteen het water in. Die was spierwit. Dat zag ik later, ze werd spierwit. Ze denken, oh jee, er gebeurt wat met haar. Maar weet je wat het gekke was? Ik kwam boven en ik ging weer verder zwemmen. Ik denk, hè? Is dat alles? Is dat alles? Nou, dat is helemaal niet naar. Ben ik al die tijd daar bang voor geweest? Nou, dat was een leugen. Want de waarheid was heel anders. En ik was die leraar heel dankbaar dat hij het toch gedaan heeft. Want hij dacht, nou ja, als haar wat gebeurt, ben ik er toch bij. Ik duik zo het water in, ik haal haar uit. Ik haal haar eruit, hè. Nou, dus, vanaf die tijd ging ik altijd het diepe water in. Ik vond het nog heerlijk zwemmen, ook in het diepe water. Want als je in ondiep water zwemt, dan ga je staan, dan voel je meteen de bodem. Dus in het diepe water was het wel fijner, vond ik later. Maar ik kon niet duiken, hoor. Nog steeds niet, maar wel springen, dat dorst ik ook niet. Dus ik sprong altijd in het diepe. Dat was ook een overwinning. Ja. Nou, en toen kwam de gedachte hier in mij op. Misschien geeft de Heer jullie ook een duw ergens in. In het diepe. Misschien denken jullie ook van, ja, ik moet dat toch al wel overwinnen, hè. Want dat is, daar loop ik al jaren mee en ik blijf altijd maar in hetzelfde hachje. En misschien zei de Heer, nou duik je erin, in het diepe. Dan verandert er wat in de situatie waarin je zit. Waar je zo moeilijk mee hebt. Waar je, ja, waar ook een leugen is van Satan aan jou. Waar jij denkt van, oh, als ik dat overgeef, hoe moet dat dan verder? Hoe moet dat dan met mij? Hoe zal het dan zijn? Maar weet je, de uitkomst is vaak beter dan wat jij denkt. Want de duivel die gooit roet in het eten en die is al lang blij dat jij met de leugen loopt. Dat is waar. Dus een duw in de rug is nooit verkeerd. Een duw in de rug van de Heer. En weet je, misschien is het het roken of misschien is het een ander probleem waar je niet uit kan komen. En dan zegt de Heer, ik gooi je in het diepe water. Kijk, Herma, die heeft het goede deel gekozen, want zij rookte toch altijd, hè? En nu pas is hij er helemaal vanaf. Helemaal. Dat vind ik geweldig. Ja. Als jij altijd jaren hebt gerookt en je bent daaraan verslaafd, zal ik maar zeggen. Of je zit eraan vast, is het moeilijk om vanaf te komen. Maar omdat je de Heer kent, doe je het met de Heer. En dan krijg je de kracht voor om dat te doen. En nu is het zover dat ze zeggen, oh, ik hoef geen sigaret meer hoor. En broeder Hans, onze voorganger, die zei een poos geleden, ja, je lichaam is de tempel van de Heilige Geest en het is geen schoorsteen. Dat is waar. Want je longen, die worden helemaal zwart, hè, als ja. Roet, hè. En ik denk dat zo zachtjes aan bij Herma, de longen ook heel mooi worden, helemaal schoon. Want al dat roet, dat gaat weg als je niet meer gaat roken.
En zo zijn er misschien nog meer problemen in het leven van de mensen. Dat de Heer misschien ja, jou ook in het diepe water wil gooien. Of ze zeggen wel eens voor de leeuwen gooien. Maar de waarheid is ook dit. Het is niet, dit is een andere waarheid, hè. De waarheid is ook dit. Ja, je hoeft niet alles te vertellen. Zeg maar, ja, ik moet in de waarheid zijn. Dus ik vertel wat mijn pincode is. Dus ik vertel ook wat mijn hebben en houden is thuis. En wat ik allemaal uitgeef. Nee, dat is een andere waarheid. Soms, met sommige dingen moet je ook leren zwijgen. Je kan niet altijd alles vertellen. Dat zegt de Bijbel ook. Stel dat er iemand bij jou komt en die vertelt geheimen. En je hoeft alleen maar voor te bidden. En je mag het niet vertellen. Ja, dan moet je zwijgen. Maar dat is een andere waarheid. Ik heb over de waarheid uit de Bijbel. Dat het Gods woord de waarheid is. En weet je wie de slijper is van ons? Dat is God zelf. Hij is onze slijper. Hij slijpt ons. Als daar ruwe gedeelten zijn in ons hart of hè, in ons leven of karakter, dan gaat hij slijpen. Zodat je een hele mooie steen wordt, als een mooie diamant. En dat je bruikbaar nog meer wordt in zijn koninkrijk. En heel veel mensen geloven ook niet dat de aarde geschapen is door God, hè. En al het leven. Ze denken, net als die evolutieleer, ze denken dat je zomaar bent gekomen. Dat is ook een leugen. Maar alleen, zoals ik net zei, Gods geest kan je daarvan overtuigen. En dan geloven zij het pas. Weet je, ik heb een keer een documentaire gezien op de televisie. En er waren mensen die gevangen zijn genomen in de gevangenis, al jaren. En die familie, die probeerden hun uit te krijgen, omdat er heel veel waren die helemaal onschuldig daar zitten. Door een leugen ook. Die zaten echt onschuldig daar. Ze hadden op de camera gezichten gezien en ze leken erop en werden ze gepakt. Met een roofoverval of ik weet niet wat, een bankoverval in een winkel of in een bank, hè. En dan waren zij de dupe ervan en zij werden gepakt. En vreselijk, dacht ik bij mezelf. Vreselijk als je zo gevangen bent genomen en je bent onschuldig en al die jaren zijn verspild. En dan zijn ze veel ouder geworden en dan komen ze thuis. De kinderen zijn al groot, dat hebben ze ook niet meegemaakt. He, de jaren met de kinderen, toen ze klein waren. En uiteindelijk kwamen ze achter dat ze onschuldig zijn. Nou, en zoals ik net zei, de waarheid maakt je vrij. Dat is waar. De waarheid maakt je echt vrij. En voor die mensen ook. Maar alleen is het wel pijnlijk. Want soms kan de waarheid pijnlijk zijn, weet je dat? Soms moet je een prijs betalen aan de Heer. En dat kan pijn doen. Omdat Hij onze slijper is. Soms ben je met bepaalde dingen zo gewend. En daar voel je je in thuis. En als God zegt, laat het nou los. Je zult zien dat ik jou iets geef voor in de plaats waar jij veel blijer om wordt. Waar jij veel blijder van wordt. En dan, ja, dan... Dan denken ze, nee, ik geef het niet prijs. Net als met mij in de zwembad. Ik wilde ook niet, totdat eentje mij, weet je wel, een douw gaf. En later was ik blij. En zo is het ook met de Heer. Later ben je heel dankbaar dat je dat, ja, dat over hebt gegeven. Ik weet niet wat er in je leven is. Het kan zijn dat je helemaal niks hebt hoor. Maar het is even, hè, de verduidelijking om even in het kort te vertellen wat de ware vrijheid is. Zoals Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En
En niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, dat is de waarheid. En ik hoop dat wij die leugens van Satan nooit zullen aannemen. Dat wij daaraan voorbij gaan en onze oren daarvoor sluiten. Dat wij alleen maar naar de stem van de Heer willen luisteren. Want dat is de beste weg, om alleen naar de stem van de Heer te luisteren. Tot zover. Ik wens jullie een fijne avond nog.